ik ben Marise. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een kippetje maakt in je cappuccino. Namelijk de kippuccino. We maken eerst een espresso. Nu gaan we de melk opschuimen. Gebruik altijd volle melk voor een lekkere, romige cappuccino. We hebben voor latte art soepele melk nodig. Zorg er daarom voor dat je de melk goed in beweging houdt en hem een paar keer overschenkt. We beginnen laag met inschenken en trekken het kannetje even omhoog. En als het kopje dan bijna vol is, dan schudden we met het kannetje, zodat er een wit balletje ontstaat. Om de kip te kunnen tekenen, hebben we natuurlijk een pennetje nodig. En thuis kun je dit gewoon met een satéprikker doen. Zorg ervoor dat je tussendoor je pennetje goed schoon houdt. Zo kun je mooie strakke lijnen trekken. Met het schuim dat we apart hebben gelegd, tekenen we de pootjes bij. Voor de snavel van de kip trekken we het pennetje van binnen naar buiten. Kijk nou wat leuk, een kippetje. Speciaal voor bij het paasontbijt.